naam is Paul Maassen, door de gemeente Stijn ingehuurd om de werkzaamheden van de rotonde te begeleiden. Zelf ben ik werkzaam bij Bureau Krachten, een civiel technisch bureau uit Herten, Roermond. De rotonde die is uitgevoerd in beton met de aansluitende rijlopers in asfalt. En er is gekozen voor de beton in verband met de kwaliteit. Beton gaat immers een stuk langer mee als asfalt en daarmee is de rotonde dus meer onderhoudsvriendelijk. In de voorgaande situatie lag er ook al een rotonde. Deze nieuwe rotonde is iets anders in de qua situering erin komen te liggen en is qua radius ook wat groter, zodat die wat makkelijker ook voor wat zwaarder verkeer te nemen is. Werkzaamheden begonnen, had de gemeente al een nieuwe bushalte links en rechts naast de weg aangebracht. Deze materialen die zijn met zorg uitgebroken en weer hergebruikt. Dus er zijn geen nieuwe materialen toegepast. De bestaande materialen waren nog zo goed dat we die weer in hebben kunnen passen in de nieuwe situatie. Rotonde op dit moment doen is iets wat we binnen de gemeente overal proberen. Op het moment dat we nieuwe projecten doen, is het regenwater zoveel mogelijk op locatie weer terug te laten vloeien in de ondergrond. Rotonde stijver hebben wat water, dat komt van bergaf, van alle kanten. Die rotonde ligt wat leger. En dat verzamelt hier in het verleden in twee slootjes en leept dan door richting Maas. Wat we nu doen, we maken tussenopvangpunten. Doordat het water wat hier terecht komt, proberen ze zoveel mogelijk op deze locatie ook weer in het grondwater te infiltreren. En daar liggen we dan voorzieningen van af.
Voor aan. En voor noodsituaties is er een overstortje zodat het de oude route weer kan doorlopen. Stel dat er werkelijk heel veel water zou komen en het systeem kan dat niet aan, dan loopt het gewoon door op de manier zoals het altijd gelopen heeft. En dan hebben we in ieder geval een veilige constructie of een veilig systeem. En door meteen iets bijdragen aan de verdroging van de ondergrond. De bodem van het riool ligt eigenlijk iets dieper als het bodem van de vijver. We kunnen de vijver niet dieper maken, omdat er kabels en leidingen onder liggen. Mm-hmm. Dus ik kan dan niet dieper gewoon. En de vijver is in eerste instantie als buffer. En dan als het water boven een bepaald niveau komt, ga je het via de kolken naar de infiltratiepul toe die wel aan de kant staan. Maar we willen wel dat de vijver ook leeg kan lopen. En daarvoor hebben we hier onderin een drainage gelag en die loopt onder het riool door rechtstreeks op die pul. Waardoor dat de vijver ook leeg kan lopen, dus dat we het laatste restje water ook nog kunnen aanvuren. Ja. Dus onder dit grind ligt een drainagebuur, zeg maar, die loopt onder de riolering door op die infiltratiepul is aangesloten. De radius van de rotonde die is iets groter geworden dan de voorgaande situatie. En daarnaast is er gebruik gemaakt van een betonnen rammelstrook. Dus storten ze beton in en er wordt later met een figuratie, met een print, wordt daar een model in gemaakt alsof het stenen zijn.
bestaande lichtmasten van AWB en de aanduidingen die zijn hergebruikt. Thank you.